We gaan vragen beantwoorden over de opleiding Software Development. Ik heb gekozen voor Avans Plus, omdat... het heel erg goed aansluit bij de werk- en privébalans en ontzettend makkelijk is om toe te kunnen passen naast werken. Ik ervaar de opleiding als... Relaxed en flexibel. Door de opleiding ben ik... Gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. Heb ik een breder beeld gekregen op het vakgebied. En is het voor mij makkelijker om verworven vaardigheden om te zetten in een diploma. Nice. Ja. Door de opleiding ben ik verder gegroeid als, als developer. Niet alleen als praktisch developer, maar ook meer als iets meer richting de theoretische kant van een software developer. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat... De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik de volgende stap heb gemaakt naar een professionele software developer. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik meer communicatieve vaardigheden ben gaan ontwikkelen. Maar ook op een iteratievere manier naar mijn eigen werk ben gaan kijken. Maar ook naar mijn omgeving. Punt. Mijn ambitie is... Ik was ooit heftruckchauffeur. Breng deze pallet daarheen en vul die vrachtwagen en dat is je werk. En nu wordt er veel meer van mij gevraagd om na te denken, oplossingen aan te leveren. Ja, mijn ambitie is dan wel om alle kennis en ervaring die ik opdoe mee te nemen om daar ook mijn toekomst mee op te bouwen. Nice, ja. Mijn ambitie is programmeren. Wat ik programmeer maakt op zich nog niet heel erg veel uit. Maar ik wil in ieder geval blijven programmeren, want dat vind ik gewoon echt leuk.